Ik ben bezig, samen met een collega uit Nederland, we hebben een beweging gecreëerd en die is een beetje uit de hand aan het lopen. Het zit zo, er was een student uit Leeuwarden en die wou stage komen doen bij mij in Gent. 2016, maart. En die is naar Gent gekomen en die heeft er 5 maanden gewoond. En zij wou vooral talentgesprekken met kinderen voeren. En toen bedachten wij, we gaan dat een beetje creatief maken. En toen hebben wij een Facebookpagina gemaakt waarop dat wij aankondigden dat we in koffiehuisjes in Gent op woensdagmiddag gratis talentgesprekken zouden organiseren voor kinderen. En de eerste middag was in Café Bidon, wat noemt het weer, daar aan het, niet zo ver van Sint-Jacobs. En die eerste namiddag zat vol, en de tweede zat vol, en de derde zat vol, en de vierde zat vol. En binnen een paar weken hadden wij 100 volgers op onze Facebookpagina. Ik kwam bij Elke de Kruinaren, een schepen van onderwijs, opvoeding en jeugd in Gent, en die werd daar super blij van. En die zei, ik wil dat in mijn stad. En toen zijn we begonnen met een paar 100 leerkrachten in Gent op te leiden om dat soort talentgesprekken te leren doen met kinderen op de scholen in Gent. Mensen van buiten Gent hoorden dat en die zeiden van ja, kan ik dat ook ergens leren? Daar hadden we niet aan gedacht. En samen met mijn collega Els uit Nederland hebben we een programma bedacht van 3 dagen. En als mensen dat volgen, hebben ze geleerd hoe ze talentgesprekken kunnen voeren met kinderen. En dan krijgen ze van ons een bordje en daarop staat kindertalenten fluisteraar. En dan mogen ze thuis ophangen. En dat zijn psychologen, dat zijn leerkrachten, dat zijn zorgleerkrachten, dat zijn coaches, heel breed. Maar als ze het bordje aanvaarden, dan beloven ze ook om jaarlijks in hun eigen gemeente 1, 2 of 3 keer dat soort gratis sessies te organiseren voor kinderen. We zijn nu 6 jaar verder, we hebben er al 2000 verspreid over Nederland en Vlaanderen. Van noord naar west, van oost naar zuid. In elke gemeente in Vlaanderen en Nederland heb je al bijna zo'n kindertalentenfluisteraar. En toen belden scholen ons. Kunnen we dat ook niet op onze school? Ah ja, daar hadden we ook niet over nagedacht. En dan hebben we een programma gemaakt voor scholen, waarbij dat scholen in de school met het volledige leerkrachtenteam een opleiding volgen om te leren talentgesprekken voeren met kinderen op school. Dan krijgen ze een groter bord, kindertalentenfluisteraar school, dan mogen ze dat ook ophangen. Maar dan beloven ze ook dat elk kind die opleiding volgt, die les volgt in die school, op een of andere manier zijn of haar talenten zal leren kennen. En toen kwam ik terug bij Elke de Kruinaren. En toen ontstond de gedachte, zou Gent geen kindertalentenfluisteraar stad kunnen worden? Daar hadden we ook niet aan gedacht. We hebben een groter bord gemaakt. Hè. En dat heb ik uitgereikt aan Daniel Termont, Matthias de Klerk, Elke de Kruinaren, net voor de vorige verkiezingen. En Gent geeft de intentie dat elk kind die in deze stad wordt geboren, op een of andere manier zijn of haar talenten zal leren kennen. En Tayo is daar een fantastisch voorbeeld van. Het is nog niet eens uit de stad ontstaan, maar het is wel een Gents project, hè, in hart en nieren. Ik zet me ook in voor verschillende VZW's in Gent. Ik ben ook ambassadeur geworden van de stad Gent rond alles wat te maken heeft met opvoeding en jeugd. En de eerste volgende stad die dat behaald heeft, is de stad Zwolle in Nederland. Honderden mensen hebben die opleiding gevolgd en het bruist in alle lagen van het onderwijs in Zwolle zijn ze met die talenten bezig. Mechelen is de volgende stad die het wil worden. In Leuven zijn ze er mee gestart. In Kortrijk zijn ze er ook mee gestart. De talentateliers gaan trouwens ook van start in Kortrijk. In steeds meer steden gonst het. En toen kregen we telefoon uit Curaçao. Dat was vervelend hoor. Dus we zijn naar Curaçao geweest een paar keer. Naar Bonaire zijn we geweest om de opleiding te geven. Mijn collega Els gaat naar Kenia deze zomer. In Zuid-Afrika zijn er mensen die geïnteresseerd zijn. In Delhi zijn er mensen die geïnteresseerd zijn. En ja, dat is een beetje de droom. Dat het, als het jong begint, dat je dat hele verhaal bij jonge mensen al naar boven kunt brengen. Dat was het. Dank je wel.